Mijn vader hebben ze geprobeerd om hem op te pakken en op een duur hadden ze hem ook te pakken. En die is direct naar het transport gezet naar Buchenwald. En daar is hij vermoord. Hè. Ik ben eerst in 40, februari 40 denk ik, ben ik naar, ik moest naar Duitsland gaan werken bij een boer. Met een P van Polen. En mijn zuster ook, die is naar richting Hannover, daar ergens geweest. Dat was een goede boer, maar die voor mij, dat was steeds maar scheldpartij, Polnische zwijn en Polnische zwijn. Mijn moeder die kreeg kanker. En toen kreeg ik op een duur in 41 in juni, kreeg ik telegram dat mijn moeder overleden was. Maar dat mocht niet naar de begrafenis van de boer. Nee. Toen zei ik tegen hem, ik wil naar de kerk. En dan kun je dan de hypocrisie zien van hoe dat een mens is. Naar de kerk, ja. Maar ik ging niet naar de kerk. Ik heb mijn peder afgetrokken. En ik ging naar het station. En goed dat ik wat Duits kon lullen, zeg maar. En, ja, en zodoende heb ik een kaartje gekocht. Gewoon. En gereden met de trein richting Bidkov. En kom naar huis. Ja, ik heb mijn moeder in de kist gezien, ja. Onherkenbaar, want kanker doet iemand. En de andere dag was de begrafenis. En vervolgens? Wat gebeurde er? Vervolgens zijn we op transport gezet met, na alle onderzoekingen naar Frankrijk. Hè? Naar Normandië, Atlantische wal bouwen. En daar ben ik, heb ik dus gebouwd, heb ik nog wat geleerd wat beton betreft. Mm-hmm. Zo. Ja. En dat deden wij wel sabotage maken, maar of dat wat hielp, weet ik niet. Want dan moest je dus de metalen binden, weet je wel. Ja. Maar dat deden wij juist andersom. kwamen de officieren en die begonnen ook te vragen hoe en wat. Toen zei ze, willen jullie een Pools leger? Als allemaal ja, natuurlijk. Hè. Nou maar ja, het was alles goed. Kwamen wij in Schotland aan. Hoe groot was dat Poolse contingent? Ongeveer 16.000. Want de generaal Maciek divisie, dus de eerste Poolse panzerdivisie, die was zelfstandig, die had alles kon die wij hadden dus, dat waren dus panzerinfanterie hadden wij. Wij hebben dus de genietroepen, wij hebben dus artillerie ook gehad, maar niet zware artillerie ofzo, maar wel lichte dingen meer. Bij Valais, ik dacht, daar kom ik niet uit levend, dacht ik, zo'n zware druk dat er was, want wij waren dus de, de moffen waren omsingeld en wij waren de dop die dan de fles moest tegen en dan krijg je, dat kun je toch niet tegenhouden alles. En de jongens die kropen onder de tank, dat was altijd bescherming. Maar dat is geen tijd om te zeggen, jongens wegwezen want wij moeten draaien. Die een hebben ze precies op zijn hoofd. Ja, dat was ook een goede kennis voor mij. Maar mijn beste vriend is hier gesneuveld in Breda. Dan kwamen wij op de Babelse Laan. Hij zei tegen mij, ik heb natte voeten. Ik moet andere sokken hebben, droge sokken. Mm. Hij zei, ik ga op de troepcarrière, dat is... Mm. En dan haal ik uit mijn plunjezak. Ik zeg, doe dat niet, want die is wel onder het schot.
En het was ook zo. De andere morgen, maar we gingen slapen. De andere morgen werd ik wakker door dat die Duitse kanon die schoot op de wagen. Maar ik had nog geen erger dat hij dat kon zijn. Maar ik miste hem en wij moesten ons klaarmaken voor verder inname van Breda. Te zoeken, vragen. En ineens dacht ik, verdomme, hij is toch niet naar die vrachtauto gegaan, hè, voor ons. En dan heb ik zijn kleppen van achter, kun je open doen. En dan zie ik twee Polen liggen, dood. Daarachter nog één. En dat was hij. Alleen, hij was zo bebloed, hè, want ik kreeg, denk scherven van de granaat. Dat ik hem niet herkende. Het was een hele leuke vent om te zien. Hè? Ik had kort haar, maar eigenlijk lang haar toen nog, voor toen de tijd. Maar wat ik heb zijn papieren gepakt. Hè? Ja, dat was Watzek. Watzek Lemanovic heet hij. Die legt in het kinneke begraven. Ja, maar dat was niet veel tijd. Alleen dus. Een dode ga je inwikkelen in een deken of iets dergelijks. Hè. En wij verder het kinderke in. En om te kijken waar Annie is. Toen heb ik mijn vrouw ontmoet. Hè. En op Oranjeplein, dan heb je Jacques van Wijk, de ijzeren handelen. En dan aan de andere kant was tegenover hem daar een kolenboer. Ja, ik weet niet meer hoe dat heet, maar goed. Daar hebben wij gestaan. Nou, en die mensen die kwamen. Oh, bevrijders, hè, bevrijders. Nou. En die mensen daar, ik zag aan die lopen. Ik denk, god, dat is wel een leuke meid, hè. Maar ja. Er waren zoveel militairen en mensen ook. En zij was ook enthousiast. Wij stonden bij Jacques van Wijk. Hebben we een gat gegraven op de hoek, zo weet je wel. Om in geval van voor de nacht. Mm-hmm. Was uitgangsverbod, niemand mocht op straat, alleen wij. Nou, en daar. Ik zeg, wij moeten hier de huizen. Je moet altijd, als je ergens in het bebouwde kom bent, moet je wel. De omgeving proberen dat je niet verrast wordt, hè? Dat er ergens toch nog Duitsers zou kunnen zijn. En ik wist dat in welke huis dat zij binnen gingen. Dus wij naartoe, met z'n twee bellen. Ja, en zij doet open, hey, wat gebeurde? Die moeder van haar zegt, nou, Annie, ga maar naar de keuken. Ik dacht, ik ook, hè, maar ja. De andere Polen die waren in de kamer daar. Ja. En dan zijn wij geweest en dan proberen te praten. Nou ja, meer gebaar als wat anders. Die Engelse woorden, enkele Engelse woorden, maar dat niet veel. En dan hebben wij zo contact gemaakt. Ik zeg, ja, ik ben hier op de hoek, heb ik dat. Na mijn diensttijd, want dat was dus 2 of 3 uur, weet ik niet meer, in de nacht. Ik zei, dan kom ik hier, dat is goed. En dat deed ik. En dan weer wat praten, maar meer niet ook. Hè. En toen dacht ik, ja, dan ga ik toch wel eens wat slapen. En de andere dag ging ik met Annie verder Breda in. Ja, en terug natuurlijk, ja, weer hoe langer hoe hechter, hè. Ja. Nou, en verliefd, hè.